De gemeente trekt 450.000 euro per jaar uit om 20 verkeersknelpunten in de stad veiliger te maken. De meest onveilige punten zijn in kaart gebracht en moeten de komende jaren worden aangepakt. Als het dan beter voor Dordt ligt, worden de burgers betrokken bij het aandragen van de oplossingen. Zeker burgers. Ik heb een voorbeeld van vanavond gegeven. Ik heb vorige week maandag heb ik een ongeval gehad op de Dubbeldamseweg en Eemsteinplein. Ja, het is niet fijn. Het gevoel dat er ieder moment een ongeluk kan gebeuren. En de verkeersdeskundigen die kijken vanuit hun optiek en met alle respect voor hun, die hebben hun kennis. Maar onze burgers en bewoners die hebben de ervaring met die straten. Dus betrek de kennis enerzijds en de ervaring van onze bewoners bij elkaar tot om een duurzame oplossing te komen. CUSGP ziet meer in een plan dat is opgesteld door deskundigen en waarbij de verkeersregels in de hele stad hetzelfde zijn. Ja, velen herkennen dat ook wel, die oproep van doe het eenduidig, maak logische keuzes. De wethouder gaf ook aan, ja, het gaat heel veel om gedrag. En inderdaad, wij zijn ook al bezig, zei de wethouder, met onlogische bebording weg te halen. Zodat je ook niet een verkeersdeelnemer in verwarring brengt. We moeten elkaar een beetje helpen. Het is druk, we zijn gehaast. In de wintermaan hebben we slecht zicht. Als we dan ook nog in verkeerssituaties terechtkomen waarvan we niet weten hoe moeten we hier nou mee omgaan, ja, dan maken we het onszelf wel heel lastig met elkaar, denk ik. Meer over dit onderwerp en over de parkeerproblematiek bij Oranje-Wit ziet u straks na het nieuws in het programma Rechtstreeks uit de Raad.